deze technische problemen, maar we gaan dan direct van start met, met de presentatie. Het thema van de presentatie is welke zijn de actuele trends op de beurs, georganiseerd door onze gastspreker Peter de Vare. Tijdens het webinar kunnen ook steeds vragen gesteld worden. Dan zal ik eventjes Peter onderbreken tijdens zijn presentatie. En dan zal hij beantwoorden, jullie vragen beantwoorden. Peter, dan laat ik het woord over aan u. Tot straks. Oké, Evelien, dank u wel. Ja, dames en heren, goedemiddag hier in dit webinar van Mega Self Invest. Dus u ziet het, vandaag wil ik even ingaan op trends die op dit ogenblik op de beurs zich afspelen. En vooraleer ik start, vertel ik u kort even iets over mezelf. Mijn naam is dus Peter de Vare. En voor sommige mensen ben ik misschien beter bekend onder mijn pseudoniem Haikin Ashitrader. Onder deze naam heb ik een aantal tradingboeken gepubliceerd die u ook op mijn webstack hier, haikinashitrader.net, kunt vinden. Ja, even over naar de actualiteit van vandaag. U weet, ik heb even moeilijkheden gehad om de presentatie klaar te maken tot vandaag. U weet wellicht waarom. We zitten met een politieke beurs. En politieke beurzen zijn moeilijk te voorspellen beurzen. U weet, de gebeurtenissen in de Oekraïne hebben daar natuurlijk vooral mee te maken. En dan hebben we zitten met een verhoogde volatiliteit ook op de markten. En het is dus niet gemakkelijk om een duidelijk klaar beeld te krijgen van hetgeen wat er nu aan het spelen is. Maar ik ga toch een poging doen. En ik heb een aantal grafieken klaargemaakt en daar kan ik misschien wel toch wel het een en het andere over vertellen. Kijk, deze grafiek hebben we hier gevonden. Dat is dus een ETF. Dat is dus dat is een ETF op de Russische algemene markt hier, iShares van iShares Russia. En het is heel duidelijk wat er gebeurd is in de voorbije dagen. U ziet, de Russische aandelen zijn flink omlaag gegaan. Gisteren, toen het bekend werd dus dat het Russisch leger de Oekraïne binnentrok, waren een aantal aandelen die tot meer dan 70% een duik namen. Ja, dus het is een geweldige crash. Je moet bijna gewacht maken eigenlijk van een historische crash op de Russische aandelenmarkt. Dat is dus tenminste voor Rusland de actualiteit. En ja, voor sommige mensen is dit misschien wel een opportuniteit. En dat is misschien vaak ook wel zo, dat inderdaad als het dus flink omlaag gaat, dan kan je soms wel inderdaad opportuniteiten vinden. Dus aandelen oprapen die helemaal beneden op de grond liggen. Je moet er wel, in dit geval hier met Rusland, moet je er ook wel de risico's bij nemen. Dus het is dus niet omdat aandelen of hier de algemene markt meer dan 50% is gedaald, dat dit betekent dat de markt niet verder zou kunnen dalen. Het is op dit ogenblik nog niet af te zien hoe lang deze crisis zal duren. We weten het niet. Het is heel onduidelijk. Er sijpelt allerlei informatie binnen, maar we weten niet wat de plannen zijn van het Kremlin, wat er precies aan de gang is. En vandaar moet je dus ook rekening houden. Dus en het Westen, of beter gezegd de westelijke wereld, die dus nogal verontwaardigd reageert op deze crisis, heeft dus allerlei plannen. Dus embargo's of plannen klaarstaan om dus Rusland te boycotten. Ik heb ook al zelf mails gekregen van je kan dus geen zaken meer doen met Rusland of je rekening wordt aan daar en daar geblokkeerd. Je kan dus geen geld meer naar Rusland storten enzovoort enzovoort. Dus wat dit bijvoorbeeld ook gaat betekenen voor bedrijven, dus Russische bedrijven die dus genoteerd zijn aan de RTS, dus in de Russische, aan de Russische beurs, dat is dus op dit ogenblik heel moeilijk in te schatten.
Dus met dat risico moet je dus rekenen. Als je dus zou gaan stockpicking gaan doen in Rusland, waar sommige mensen dus inderdaad mee bezig zijn. Er zijn kansen, maar er zijn dus ook wel risico's. En dit gezegd zijnde, dus alles wat ik hier vandaag vertel, is natuurlijk niet als beleggingsadvies te verstaan, maar wel degelijk gewoonweg ter illustratie en weerspiegelt slechts mijn persoonlijke mening. Ja, dat is dus geen beleggingsadvies, kan ik niet geven, mag ik ook niet geven hier via dit webinar. Dus ziet u dit puur als een soort van educatie. Ja, dit gezegd zijnde, dus de Russische markt is tuimelt naar beneden. En of we nu de bodem hebben gezien, u ziet dus hier, het is interessant hier, deze grafiek van deze ETF. Dus de low van gisteren, het dieptepunt van gisteren, was ongeveer inderdaad de low van de coronacrisis. Ziet u dat? Het is helemaal links onderaan. Vandaar heb ik dus die steunlijn, daar die blauwe steunlijn getrokken. En die lag dus bij 21,99 bij deze ETF. Die kan u ook via de NanoTrader verhandelen. Ja? Dus daar zijn we dus gisteravond aangekomen. En we staan er net iets boven. Maar ik zou persoonlijk nog even afwachten. Wat, weet u, er kan op elk ogenblik nieuws binnenkomen vanuit de Oekraïne. Stel dat het morgen of overmorgen of binnen een week heet, ja, Kiev is gevallen. Ik zeg maar iets, hè, wat best tot de mogelijkheden behoort. Hè, dus dat het Russische leger inderdaad Kiev niet alleen binnentrekt, maar ook wel degelijk helemaal verovert. Ja, dan weet ik ook niet hoe de beurs daarop zou gaan reageren. Hè. Dat is maar een voorbeeld. Goed, maar dit dus tot zover voor de actualiteit. Dus politieke beurzen zijn moeilijk te voorspellen beurzen. En het is duidelijk dat de financiële markten op dit ogenblik sterk dus naar de Oekraïne en naar Moskou kijken. En dat dus de koersen gedreven zijn door het nieuws. Nou, u heeft misschien meegekregen een berichtje van een paar uur geleden. Ja, Moskou zou misschien bereid zijn te gaan onderhandelen met het Westen. Dat zou dan in Wit-Rusland gaan gebeuren, in Minsk. Nu ja, wat dat dan betekent, en op dat moment sprongen dan de koersen weer omhoog, vooral in de aandelenmarkten, enzovoort, enzovoort. Dat kan morgen alweer helemaal anders zijn. Dus u moet zich daarvan bewust zijn, hè, dat als u zich zou gaan engageren in een dergelijke marktomgeving, dat dit niet zonder risico te paard gaat. Ja, tot zover het Rusland-Oekraïne verhaal. Als u daar vragen zou over hebben, dan kunt u die in de chat stellen. En Evelien zal dan even, kan mij dan even onderbreken. Evelien, je kan dat op elk moment gaan doen hoor, geen enkel probleem. Zo, zeg maar, ja, is er iets? Nee, er zijn ondertussen nog geen vragen. Okay, dus u kan verder gaan met de presentatie. Dank u wel, Evelien. Ja, ik zou die actualiteit willen opentrekken naar het bredere plaatje. Hè? En vandaar een blik op de dollar. Dus hier een maandgrafiek van de euro-dollar. Dus elke kaars, elke candle die u ziet, representeert de handel van één maand. Hè? Dus het is echt al een lange termijn grafiek. Maar dat is wel belangrijk om dat even te bekijken. U ziet, het gaat ongeveer van 2006 tot vandaag. Er is heel wat gebeurd in de euro-dollar. U ziet in het begin van de decade, dus van de eerste, van het midden van de vorige decade van de 21ste eeuw, stond de euro toch wel een flink stuk hoger. We komen van een niveau van 1,60 en we staan nu ongeveer bij 1,11. Dus de euro heeft duidelijk aan waarde verloren ten aanzien van de dollar. Dat is duidelijk te zien. Maar u ziet ook daar die blauwe lijn die ik getrokken heb, die horizontale blauwe lijn, die dus lang
een steunlijn was, ongeveer op een niveau van 1,23. En ja, het is niet helemaal precies, maar het is ongeveer rond 1,20, 1,25 was er een aantal jaren een steunzone voor de euro. En daar zijn we dan uiteindelijk in 2014 eronder gegaan. En u ziet dus heel duidelijk dat dus die lijn, die ongeveer dus bij 1,23 ligt, nu een weerstand is geworden. We hebben dit nu al twee keer getest. U ziet het één keer in 2017. Dat is mislukt. Het is te zeggen, die test was succesvol in de zin als weerstand is die weerstand dus gebleven. En dus ook 2020 nog eens. En sindsdien gaat het dus weer richting zuiden met de euro. Ja? Af en toe gaat het wel een paar honderd pips weer in de andere richting. Maar u ziet, de tendens is heel duidelijk. De dollar wordt sterker en de euro zwakker. Waar heeft dat mee te maken en waarom is dat belangrijk? Wel, u weet wellicht dat de centrale banken en vooral voorop, dus de Fed, dus de Amerikaanse centrale bank, haar monetaire politiek toch wel een stuk heeft veranderd in die zin dat ze besloten hebben dus aan tapering te gaan. Dat betekent de obligaties die ze dus, Amerikaanse obligaties, die hebben opgekocht om de Amerikaanse economie te ondersteunen, dat gaan ze dus geleidelijk terugnemen. En dat betekent dan ook dat ze de rente gaan verhogen, vooral in het vooruitzicht, ja, onder invloed van de toch wel heel hoge inflatie van de laatste maanden. Dat is wel verrassend, omdat het streefdoel van de Fed was in de voorbije jaren om een inflatiedoel van 2% te gaan krijgen. En ze hadden moeite dat inflatiedoel te verkrijgen. Dat was heel moeilijk. En nu plots zitten ze er flink boven. Hè. Plots blijken we nu een inflatie van meer dan 4% te hebben. Dat was even een schrikmoment. En als reactie begint dus de Fed opnieuw de rente omhoog te trekken, stapsgewijs. Dat hebben ze aangekondigd. En dit wordt dus natuurlijk door de financiële markten geëscompteerd. Met andere woorden, het is dus eigenlijk als, vooral ook voor institutionele beleggers, is het een, moet je nu gaan denken, ja, ga ik nu in obligaties gaan beleggen waar ik misschien 1, 2 of 3% krijg? Ja? Of ga ik verder in aandelen gaan beleggen? En dat is nu hetgeen wat we zien in de voorbije maanden, dat er toch wel wat geld onttrokken wordt uit de aandelenmarkten. En dat is de reden waarom de aandelenmarkten er onderuit gaan, dus naar beneden gaan. Terwijl dus omgekeerd de obligatiemarkten omhoog gaan. Dus de rente, omgekeerd, de obligatiemarkten gaan naar beneden en de rente gaat omhoog, zo is het. Dus met andere woorden, er vloeit meer geld in de dollar. Het wordt interessant dus weer in de dollar te gaan investeren. Institutionele beleggers trekken hun geld in, zeg maar, risicovolle markten, zoals aandelenmarkten, onder andere, maar niet alleen, terug en placeren het weer in de dollar. En dat is wat je ziet op de grafiek. Je ziet dus dat hier dus in dit geval dus de euro omlaag gaat. En dat is iets wat je moet weten, denk ik. Dat is het grote plaatje. En dat is wat er op dit moment gespeeld wordt. Dat we dus zien dat, dat de dollar sterker wordt. Zeker ten aanzien van de euro. Ja. Oké, dat is dus, de dollar is misschien een van de belangrijkste indicatoren op de financiële markten. Nog altijd. Het is niet de roebel. Het is wel degelijk nog altijd de dollar. Die de belangrijkste munt is, de referentiemunt. En als belegger heb je er alle belang bij om dus het verloop en de koers van de dollar op te volgen. Dat is heel belangrijk. Dus als de dollar sterker wordt, dat zie je telkens ook hier op die swings hier. Je ziet dus bijvoorbeeld als je naar 2007, 2008 kijkt, dan zie je dat de euro een flinke duik nam. Dus we hadden dat was de crisis van 2008, dus de financiële crisis. Was dus de dollar
inderdaad een vluchtmunt. Het geld ging terug naar de dollar. En ging uit de aandelenmarkten en plaatste het geld gewoonweg in een veilige munt. Nou, dat is hetgeen wat tenminste de financiële markt als veilige munt beschouwde. En nu zien we dit ook, alhoewel ik vind, persoonlijk vind, dat dit op dit ogenblik best wel meevalt. Ja. Er was een reactie, we zijn een paar honderd pips in de euro-dollar naar beneden gegaan in de voorbije dagen, maar het valt eigenlijk best wel mee. Dus blijkbaar is de impact van de Oekraïne-crisis voor ons Europeanen groter dan voor de Amerikanen. Ja. Je moet ook aan de prijzen dus van gas denken. Ik denk dat voor Europa dit belangrijker is dan voor de Verenigde Staten. En ik denk dat het daarmee samenhangt dat dus de reactie van de dollar eigenlijk ten aanzien van deze toch wel geweldige crisis in Europa, een oorlog, dat is niet zomaar iets, toch best wel meevalt. Tot nu toe tenminste. Oké, dit over de dollar. Het volgende grafiekje is misschien ook interessant voor een aantal mensen. Wie begaan is met het thema goud, heeft toch kunnen vaststellen dat we in de voorbije weken inderdaad mogelijk een uitbraak hebben gekregen uit dit consolidatiepatroon hier, dat al meer dan een jaar aan de gang is. U weet wellicht dat we 2020 net iets boven de 2000 zijn gegaan in de goudprijs. Dus meer dan $2000 per troy onze. Maar u ziet dus dat we dan geconsolideerd hebben. En dat heeft wel een tijd geduurd vooraleer de markt in staat was dit consolidatiepatroon in de richting van de trend, dus omhoog, te doorbreken. En dit lijkt nu te gebeuren. De actuele kaars van deze week lijkt eerder een omkeerkandel. Er loopt op dit moment een pullback nadat tussen de goudprijs vooral gisteren flink omhoog ging. Maar dit lijkt me eigenlijk normaal dat dit gebeurt. Dat zag je aankomen. Dat was dus een overreactie van de markt. Het was te verwachten dat als je alleen dus als goud alleen ook hier politiek gedreven wordt omhoog, dat dit wellicht niet te houden is. Ja, dus is wellicht, ja, mag je verwachten dat we ook daar een pullback krijgen en dat we mogelijk in de komende dagen en weken een consolidatie krijgen, eventueel zelfs een pullback terug in de richting 1800, het zit er allemaal in. Ja. Maar als ik even nog een plaatje verder mag gaan en naar de maandgrafiek van goud kijken, en dat is toch wel interessant, dus dat is dus het hele grote plaatje hier. Dus u ziet dus dat dus de opwaartse tendens van de eerste decade van de 21ste eeuw, toen goud heel sterk is beginnen stijgen. En dus die eerste high, dat was dus in 2011. Dat was ongeveer bij $1900 dollar per troy ounce. Dat was ongeveer de top. En u ziet dan, we hadden sinds 2011 tot dit jaar, moet je zeggen, dus bijna 12 jaar lang, een zeer lange, uitgebreide consolidatiepatroon. En de mensen die vertrouwd zijn met iets wat geavanceerde technische analyse, herkennen inderdaad in dit patroon een zogezegde cap-and-handle patroon. Hè. Dus een kop, of een kopje, het is een kopje patroon, met andere woorden, het ziet eruit als een kopje koffie. En wat er daar helemaal rechts gebeurt, dat consolidatiemoment van het voorbije jaar, dit noemt men dan eigenlijk zogezegd het oortje van het kopje. Ziet u? Dus, en dit is een patroon, dit is eigenlijk een zeer bullish patroon. Als je dat herkent, vooral op lange termijn grafieken,
dan weet je, als dit patroon lukt, en het ziet er naar uit, dus de actuele maand candle is groen, en je ziet het dus de laatste candle helemaal rechts bovenaan. Als dit lukt, als dus die uitbraak uit dit patroon lukt, zou het wel eens kunnen dat we dus inderdaad met een nieuwe stierenmarkt in goud te maken krijgen. Ja. Daar gaan natuurlijk de goudbeleggers blij over zijn. Of dit dan goed is voor de economie, dat is een andere vraag. Goud is natuurlijk een crisisinstrument. Maar dus het zit er wel degelijk in dat het dit keer wel lukt. En ik denk dat dus niet de Oekraïne-crisis de uiteindelijke drijfveer zal kunnen zijn, maar wel degelijk het inflatieverhaal. Ja. Alhoewel dit eigenlijk haaks staat op hetgeen wat er op dit moment in de dollar staat gebeuren. Normaal gezien is er eigenlijk een negatieve correlatie tussen de dollar en goud. Maar op dit ogenblik stijgen zowel de dollar als goud. En normaal gezien zou het moeten omgekeerd zijn. Dus het is wel denkbaar dat één van de twee misschien in de andere richting zal gaan. Als je tenminste dit patroon, dit correlatiepatroon, ook dit keer zich zal doorzetten. Dat weten we dus op dit moment nog niet. Ik hoop dat u mij daarin kunt volgen. Wat is nu een mogelijk projectiedoel? Wel, als je dus de low neemt van die lange consolidatieperiode die dus tussen 2011 en dus 2022, dan lag die ongeveer bij iets onder 1100 dollar per troy onze. En ja, de high ligt bij 1900. Dus er kunnen best wel een duizendtal dollar bij, met andere woorden. Het is doorgaans denkbaar dat we, als dit lukt, dat we naar $3000 per troy onze gaan. Is dit voor onmiddellijk? Nee. Dus dit is wellicht eerder iets waar je maanden voor nodig hebt. Misschien ook wel 1 of 2 jaar. Vooraleer we bij deze koersen aankomen. Tenminste, dit is mijn verwachtingspatroon. Als we natuurlijk een toegespitste crisis zouden krijgen, kan het natuurlijk ook wel altijd sneller, maar dat is niet wat ik verwacht. Oké, dit met betrekking tot het thema goud. Dus we zitten in een crisismodus, in een inflatiethema, stijgende rente. En je moet al lang terugkijken, bijna 10 jaar, om dat terug te vinden. U weet wellicht dat eigenlijk in de laatste 10 jaar bijna alle centrale banken van alle belangrijke industrielanden de rente omlaag hebben getrokken, tot bijna negatieve rente. En daar is nu een omkering gekomen en dat betekent dat we mogelijk ook de highs hebben gezien in de aandelenmarkten. Ik zeg niet dat het zo is. Er zijn ook analisten die zeggen, nee, dat is maar een voorbijgaande correctie wat we nu krijgen. Feit is, dus als we dus hier bijvoorbeeld naar de daggrafiek van de brede Amerikaanse index, de S&P 500, kijken, dan zien we toch dat we een flinke correctie krijgen. En het is dus niet gezegd dat, goed, dit was natuurlijk ook die low van gisteren, was natuurlijk door de Oekraïne-crisis veroorzaakt, maar het is dus niet gezegd dat we nu de lows, de dieptepunten van dit jaar hebben gezien. Daar zou ik niet mijn vingers willen horen. Hoe zeg je? Zou ik niet willen voor een garant staan om dat te gaan beweren. Ja. Je ziet ook die blauwe lijn die ik heb getekend of laten tekenen, dat is dus een 200-daagse gemiddelde. Daar zijn we dus ook eronder gegaan, 1 keer. Zijn we in januari, was er nog eens een poging in het S&P 500 om die lijn terug te veroveren. Dat lukte een aantal weken, maar u ziet dus in de voorbije weken zijn we er weer onder gegaan. Dus het wordt niet gemakkelijk om de 200-daagse gemiddelde terug te veroveren. En u weet wellicht dat
toch voor heel wat institutionele beleggers dit 200-daagse gemiddelde heel belangrijk is, omdat per definitie zo gezegd is voor een institutionele belegger, als een markt onder het 200-daagse gemiddelde noteert, bevindt hij zich per definitie in een berenmarkt. Ja? Dus gaat het eerder over om je aandelen te verkopen en niet te gaan beleggen in de aandelenmarkt. Ja, ik denk dat het duidelijke taal is. En hetzelfde zie je dus nog duidelijker in de Nasdaq. Hè? Dat was de lieveling van de voorbije jaren. U weet al die prachtige aandelen zoals Amazon, Facebook, Tesla en noem maar op. Die hebben het allemaal prachtig gedaan, Microsoft. En ook hier zie je dus inderdaad, we zijn onder het 200-daagse gemiddelde gegaan. Dat was midden januari. Dan was er een test. En die test, we zijn dus niet meer echt boven de 200-daagse gemiddelde gegaan. En nu gaan we er flink onder. Met andere woorden, ook in de Nasdaq zitten we eigenlijk in een berenmarkt. Ja. Persoonlijk zou ik dus niet gaan beleggen in Nasdaq-aandelen zolang de index niet boven de 200-daagse gemiddelde noteert. Het kan, er zijn natuurlijk altijd outperformers. Bijvoorbeeld Amazon doet het nog altijd relatief goed. Apple is heel sterk, moet je zeggen. Microsoft ook. Akkoord. Ja. En je kan natuurlijk nog altijd het spel spelen van de voorbije jaren. Buy the dip. Hè? Buy the dip. Je koopt gewoon weg als de markt even terugkomt of als het aandeel even een aantal procenten corrigeert. Dat was het spel dat door heel wat beleggers werd gespeeld in de voorbije jaren. Dat was een heel succesvol spel. U ziet, als je kijkt naar deze grafiek, je ziet, je kon eigenlijk bijna elke correctie kopen. Had je geld verdiend. Of dit nog altijd het geval is, dat zou ik dus niet durven zweren. Dus daar moeten we dus echt afwachten. Dus ook hier in de Nasdaq moet je zeggen, moeten we terug naar het 200-daagse gemiddelde om dan de situatie opnieuw te bekijken. Is tenminste mijn persoonlijke mening. En het geldt natuurlijk ook bijvoorbeeld voor een index zoals de AEX. Daar zie je het ook heel duidelijk dat we een aantal weken heel sterk zitten vechten hebben rond ongeveer op het niveau 760. En u ziet, we zijn zelfs gisteren onder de 700 gegaan. Oké, de 700 werden nu verdedigd. En dat kan allemaal wel, maar u ziet, we zitten nu toch al sinds november zijn we toch wel goed aan het corrigeren. We waren al boven de 820 en nu zijn we onder de 700 gegaan. Dus ook hier hebben we met een correctie te doen. Is dit nu een kans om te kopen? Ja, dat zeggen misschien sommige mensen. Ja, je kan het zo zien, hè? Maar ikzelf zie dat niet zo. Ik verwacht eerder dat de minsten nu voor het eerste en het tweede kwartaal van dit jaar, dat deze correctie ook wel eens zou kunnen verder gaan. Dit kan dan misschien voor het laatste kwartaal, dus misschien vanaf september, oktober van dit jaar, kunnen we dan misschien nog wel eens, dat is tenminste, als je naar de seizoensgrafieken kijkt, is het meestal ook een goede tijd voor aandelen. Dan zijn er misschien wel kansen, maar op dit moment zie ik dit nog niet gebeuren. Maar dat is mijn persoonlijke mening en misschien zit ik helemaal fout. En zeg nee, het is nu echt wel het moment. Het is het moment om in aandelen te stappen, nu dat we toch wel 10-15% naar beneden zijn gegaan. Oké. Evelien, als er daar geen opmerkingen over zijn, dan ga ik gewoon verder met mijn verhaal. Inderdaad, nog altijd geen opmerkingen, geen vragen. Dus u kan verder gaan. Mm-hmm. Dank u wel. Goed. Ja, ik moet een beetje vlugger gaan, omdat we later zijn gestart met het webinar. Maar dat is niet erg. Ik heb niet zoveel plaatjes voorbereid, omdat ik eigenlijk het belangrijkste zijn die grote tendensen.
Ja, en ja, van inflatie gesproken, inderdaad, de muziek speelt eerder bij de grondstoffen. En dat hebben we natuurlijk in de voorbije maanden heel duidelijk op de oliemarkt gezien. U ziet hier noteert, dit is het dus bijvoorbeeld WTI, dus West Texas Intermediate, dus de Amerikaanse soort, niet Brent, dus de Amerikaanse soort aardolie, noteren we heel duidelijk boven dat 200-daagse gemiddelde. En je ziet dus dat gisteren, naar aanleiding dus van de Oekraïne-crisis, dat we dus eigenlijk net iets boven de 100 zijn gegaan. Maar goed, toen kwam olie wel terug. En 5, $6 terug. Maar dat betekent dus niet dat we niet in de komende dagen of weken inderdaad ons boven $100 zouden kunnen stabiliseren en misschien nog verder. Ja. Is het een goed moment te kopen? Wel ja, kijk, als je naar de grafiek kijkt, had je eigenlijk moeten kopen ergens in november, december. Hè? Toen we dus even een correctie hadden richting $65. En we dus onmiddellijk. Nee, niet onmiddellijk. Toen we dus 200-daagse gemiddelde hadden getest, of je nu nog moet instappen, is misschien wel wat laat. Hè? Tenzij u ervan uitgaat dat deze crisis, waarin dus deze politieke crisis vooral, waarin we ons zouden bevinden, zich verder zou gaan escaleren. Dan kan het misschien interessant zijn, want dan ga je echt mee. Ja. Dan zet je echt op een escalatie en op het erger worden van die inval van de Russen daar in Oekraïne. En of je dat nu moet gaan doen, weet ik niet. Hè. Misschien is het interessanter af te wachten dat de oliemarkt ook even een aantal weken weer corrigeert. Als je van plan zou zijn om hier een positie op te bouwen. Ja, had ik nog een. Even kijken. Oh ja, nou, dat Bitcoin. Ja, dat was mijn laatste grafiek. Ik weet dat er ook al wat beleggers begaan zijn met de cryptomarkt. Ook hier zien we dus sinds begin november een flinke correctie. Hè. Dus we zijn toch bijna over de 50% naar beneden gegaan. En. Het zag er niet goed uit. Gisteren, dus die omkeer in Bitcoin van gisteren, dit kan misschien het begin zijn van een stabilisatie. Je ziet het hier dus, dat is, als je dus naar de candle hier van gisteren kijkt, zijn we dus flink onderuit gegaan. En maar dan kwam er een pullback dus terug. En het kan natuurlijk wel dat Bitcoin terug naar de 40.000 gaat. Maar eerlijk gezegd. Dus wat er in de voorbije week gebeurd is, nadat we dus die trendlijn hier hebben doorbroken naar boven, toen zijn we ongeveer naar 46.000 gegaan. Ik zou niet in Bitcoin gaan zolang we niet boven de 46.000 noteren, eerlijk gezegd. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Weet, u kan Bitcoin met mini-futures via WH Self-Invest traden. Als u dit zou wensen. Dit is mogelijk met de nanotrader. Ja, ikzelf ben nog eerder terughoudend. Ik heb het heel goed gedaan in de cryptomarkt vorig jaar. Flinke winsten behaald. Maar ik ben, godzijdank, op tijd eruit gestapt. En ik zie op dit moment nog niet echt een einde aan deze correctie. Dus daar zou ik nog even afwachten. Met betrekking tot Bitcoin en dus ook algemeen met betrekking tot de andere altcoins, ook Ethereum of Cardano of wat u ook wil gaan verhandelen of waarin u wilt eventueel zou gaan investeren. Ja, en nog eens, zoals ik reeds gezegd heb, dit is mijn persoonlijke mening, dus mijn persoonlijke, en u hoeft daar helemaal niet mee akkoord mee te zijn, u kunt het anders zien, maar het is misschien goed en daarom. Dat is ook de zin van deze webinar soms, om eens de mening van iemand anders te horen en die gewoon te gaan toetsen met uw eigen visie op de markt. En dan is het natuurlijk aan u zelf een beslissing te nemen of u iets onderneemt of niet. Hè?
Ik kan het alleen maar herhalen wat ik in het begin van deze presentatie heb gezegd. Politieke beurzen, zoals we op dit moment hebben, gedreven door de Oekraïne-crisis, zijn moeilijke beurzen om te verhandelen. Ook vooral omwille van het feit dat je dus niet weet wat er morgen of binnen een uur gebeurt. Er kan altijd nieuws binnenkomen, zodat de markten een omkeer van 180 graden maken in de andere richting. Dus het is heel moeilijk. Nu op de middellange termijn, dus als swing trader ook, en zeker ook als positietrader, posities in te nemen. Als je natuurlijk daytrader bent en op de hele korte termijn verhandelt, dan heb je natuurlijk betere tijden, omdat je natuurlijk weer prachtige volatiliteit hebt op de markt. En dat is natuurlijk goed voor een daytrader. Ja, Evelien, ik heb kort geschetst. Dit was mijn presentatie voor vandaag. Ik heb een aantal markten besproken. Ik weet niet of er daar opmerkingen over zijn of vragen. Zegt u maar hoor. Evelien, ben je er nog? Hallo? Hallo? Ja, ik hoor je. Okay. Sorry. Ik heb gezien dat er geen vragen zijn binnengekomen in de chat. Ik heb wel gezien dat er een paar deelnemers zijn die dat misschien nog de presentatie een beetje moeten laten bezinken. En dat er later dan eventueel vragen komen. Die kunnen steeds gesteld worden via e-mail, via chat. Wij zijn ook telefonisch bereikbaar en wij staan ook in direct contact met Peter, waardoor dat wij ook nog jullie vragen aan hem kunnen doorspelen. Dus nee, ik zie geen vragen in de chat. De presentatie wordt ook opgenomen en zal jullie doorgestuurd worden via e-mail. Dus de presentatie zal integraal nog eens kunnen beluisterd worden op ons YouTube-kanaal. Ik zie hier nu een vraag. Kan ik het webinar terugzien? Ja, inderdaad. Dus het webinar wordt opgenomen en wordt volgende week op ons YouTube-kanaal gezet. En dan zal u inderdaad de volledige presentatie nog eens kunnen herbeluisteren. En moesten er dan toch ook nog vragen zijn, kunnen die steeds via e-mail of chat worden gesteld. En kan oftewel een medewerker van WH Self Invest die beantwoorden, of kan die vraag doorgestuurd worden naar Peter. Dus daar is geen enkel probleem voor. Oké. Heb jij nog iets eraan toe te voegen, Peter? Nee, Evelien, dank u wel. Eigenlijk niet. Ik wil alleen nog eens zeggen, wees voorzichtig in deze situatie. We zitten in een correctie op de financiële markten, dus het is misschien niet de tijd om geld te verdienen, tenzij u natuurlijk op bepaalde trends inspeelt die ik hier heb aangesproken. Maar het is misschien wel eens het moment gekomen om u even terug te trekken en aan de zijlijn gewoon te observeren wat er gebeurt. Vooral nu ook in de eerste dagen nu. Van deze crisis. Misschien moeten we even wachten tot de mist is opgetrokken in de Oekraïne en we überhaupt weten wat er daar eigenlijk aan de hand is. Dat wou ik er nog even aan toevoegen. Oké, perfect. In de tussentijd zijn er nog geen verdere vragen, dus dan kunnen we de presentatie afronden. Alvast bedankt, Peter. En tot een volgende. Fijne namiddag. Graag gedaan.